GroenLinks zou zeker adviseren om te gaan stemmen. Op het gemeentehuis wordt heel veel beslist dat echt invloed heeft op wat er voor jongeren gebeurt in de gemeente. Dus ga stemmen! Als ik zeg klimaatverandering, wat zeg jij dan? Nou, dan zeg ik dat dat een thema is wat jongeren bij uitstek moet aanspreken, omdat het echt over jullie toekomst gaat. Wij als GroenLinks vinden het belangrijk dat al die maatregelen die daarvoor nodig zijn, dat die rechtvaardig verdeeld worden over inwoners en burgers, maar ook tussen jong en oud, ook tussen rijk en arm. En wacht niet, maar begin nu. Starters hebben het zwaar op de woningmarkt. Hoe kijkt jullie partij naar dit probleem? Het belangrijkste is dat er ook daadwerkelijk op korte termijn dingen kunnen gebeuren. Door bijvoorbeeld het plaatsen van tiny houses, dat is echt een oplossing, of het splitsen van grote woningen. En op termijn ook met name sociale huurwoningen. Het percentage daarvan moet echt omhoog in deze leden, dus veel te laag. We zien dat de natuur en de biodiversiteit het moeilijk heeft. Wat voor plan heeft jullie partij om hiermee aan de slag te gaan? De reden waarom het zo slecht gaat met de natuur is omdat er te veel stikstof uit de landbouw komt. En het kan echt niet zo doorgaan. En dan komt de vraag, hoe moet het dan wel? Nou, GroenLinks vindt dat de gemeente samen met veehouders en andere ondernemers op zoek moet gaan naar manieren om die stikstofuitstoot omlaag te brengen. Er staat met regelmaat file in de dorpskernen. Waar ziet je de partij mogelijkheden om dit probleem aan te pakken? Nou, we hebben al 4 jaar lang gepleit om het verblijfsgebied, hè, om dat autoluw te maken. Echt de auto te gast, dat is onze slogan op dit vlak. En niet alleen de vrachtauto, maar ook de personenauto. En wat wij belangrijk vinden is dus de fietser en de voetganger centraal te stellen. En op die manier te werken aan een autoluw verblijfsgebied. Een deel van de gemeente staat bekend als gezond dorp. Waar ziet jullie partij kansen om meer oog te hebben voor de mentale gezondheid van de inwoners? Nou, wij zien onder invloed van corona, hè, dat jongeren het echt heel moeilijk hebben. En wat dat betreft heeft de gemeente, nu ze verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg, ook echt de mogelijkheid om er iets aan te doen. Dus wij willen echt dat de gemeente daar stappen in zet. En daar kunnen ze ook met de GGD in samen optrekken, met name als het gaat om preventie. Rondom andere thema's als obesitas, overgewicht en verslavingszorg.